afgelopen dagen hebben we het gehad over medicatie. Hoe je met je voeding de noodzaak om medicatie te moeten gebruiken en dus klachten te verminderen met behulp van medicatie, hoe je met voeding dat kan voorkomen voor een groot deel. En wanneer je dan toch medicatie moet gebruiken, die ook beter te laten aanslaan en de dosering van die medicatie laag te kunnen houden. Niet steeds te hoeven verhogen, niet steeds op zoek te hoeven gaan naar andere medicatie die wel aanslaat. En medicatie op den duur ook te kunnen verminderen. Op dit alles heeft je voeding heel veel invloed. We zijn erachter gekomen, tenminste ik denk dat je er al achter bent gekomen, dat klachten die komen voort uit stofwisselingsprocessen die niet goed verlopen. Maar dat die stofwisselingsprocessen op alle vlakken beïnvloed kunnen worden met de stoffen die je voeding bevat. Dat betekent dat wanneer jij geestelijke of lichamelijke klachten hebt en medicatie misschien daarvoor gebruikt om die te verminderen, dat het eigenlijk betekent dat jij ondervoed bent in bouwstoffen die je lichaam nodig heeft om die klachten te kunnen voorkomen. Want als je lichaam in een optimale voedingstoestand verkeert, dag in dag uit en de hele dag door, dan is je lichaam in principe in staat om de stofwisseling optimaal te laten verlopen. En verloop je stofwisseling optimaal, dan zou je in principe geen klachten hoeven hebben. Nog even over de stofwisseling. Hoe verloopt dat? Je stofwisseling vindt plaats in je cellen. Dat vindt plaats, die processen, die stofwisselingsprocessen in je cellen, die vinden plaats onder invloed van signaalstoffen, hormonen en neurotransmitters. Die maken contact met je cellen en die geven een signaal door aan je cellen dat ze een stofwisselingsproces moeten gaan uitvoeren en welk stofwisselingsproces ze moeten gaan uitvoeren. Na dat contact met je cellen moet het signaal van die hormonen en neurotransmitters, die ook wel first messengers worden genoemd, overgedragen worden naar je celorganellen met behulp van second messengers. Dat zijn signaalstoffen die in je cel aanwezig zijn en gevormd moeten worden. En dan moeten je celorganellen ook nog wel bezit zijn van bouwstoffen waarmee ze de cellulaire reactie op het signaal van je hormonen en neurotransmitters moeten kunnen uitvoeren. Wanneer dat hele traject goed verloopt, dan verloopt je stofwisseling goed. Kan jij goed reageren? Kan je lichaam goed reageren op alles wat jij doet, denkt en eet? En kan de balans die verstoord wordt elk moment dat je iets doet, denkt en eet, hersteld worden? Als gevolg van de stofwisselingsreactie die dan plaatsvindt in je lijf. Wanneer je klachten hebt, geestelijke of lichamelijke, dan gaat er iets in dat hele traject niet goed. Het kan dan zijn dat een hormoon of neurotransmitter, dus zo'n first messenger, ontbreekt. Maar ja, dat betekent dat de bouwstoffen van het hormoon of neurotransmitter waarschijnlijk ontbreekt in je voeding. En dat dus met voeding wat voorkomen kan worden, tekort. Ook kan het betekenen dat je celmembranen en de receptoren op die celmembranen niet intact zijn. Dan kunnen hormonen en neurotransmitters geen contact maken met je cellen en dat signaal niet doorgevoerd worden naar je cellen en kan die stofwisselingsreactie niet uitgevoerd worden. Alleen, je celmembranen die kunnen ook constant intact gehouden worden zolang je cellen maar beschikken over de bouwstoffen van je celmembranen. Dat wil zeggen dat het niet intact zijn van je celmembranen en de receptoren op je celmembranen ook voorkomen kan worden wanneer je voeding maar goed voorziet in al die essentiële bouwstoffen. Alleen over het algemeen, wanneer jij met je klachten bij de huisarts komt, vraagt hij niet eens je voeding na. Op zoek naar eventuele tekorten in de bouwstoffen die jouw klachten kunnen verklaren. Dus tekorten in bouwstoffen van die hormonen en neurotransmitters, tekorten in bouwstoffen van je celmembranen. Deze schrijft vervolgens wel medicatie voor. En die medicatie die bevat dan vaak zo'n hormoon of neurotransmitter, een agonist of een antagonist van het stofwisselingsproces, welke niet goed verloopt en jouw klachten veroorzaakt. Alleen, wanneer jij dus zo'n signaalstof middels jouw medicatie binnenkrijgt, of een synthetische variant daarvan,
dan hoeft dat niet te betekenen dat die medicatie aanslaat en dat de signaalstof contact kan maken met jouw cellen, met de receptoren op jouw cellen. En dat daaruit een cellulaire reactie kan ontstaan en dat jouw klachten dus kunnen verminderen omdat het allemaal weer goed verloopt. Want wanneer je met de medicatie dat signaalstof binnenkrijgt, kan alsnog kunnen jouw celmembranen niet intact zijn en de receptoren daardoor ook niet intact zijn en de signaalstof die je dan middels je medicatie binnenkrijgt, geen werking hebben. Dat betekent dat bij naast de medicatie het heel belangrijk is dat je voeding alle bouwstoffen van je celmembranen wel bevat en regelmatig levert, zodat schade aan je celmembranen de hele dag door voorkomen kan worden in je lichaam. Alleen, de huisarts geeft over het algemeen geen voedingsadviezen. Over die bouwstoffen van je celmembranen geeft hij bij het leveren van de medicatie aan jou. Daarom hebben we het daar deze dagen over. In de afgelopen dagen hebben we het al gehad over de bouwstoffen van je celmembraan. Dat zijn glycoproteïnes en glycolipiden. We hebben het er al over gehad dat voor het glycodeel van glycoproteïnes en glycolipiden in jouw cel alle essentiële suikers aanwezig moeten zijn. En dat het heel belangrijk is dat jij zo regelmatig mogelijk, liefst elk moment dat je wat eet, groente binnenkrijgt. Omdat die bijdraagt aan de aanvoer van essentiële suikers. Daar hebben we het eergisteren over gehad. Gisteren hebben we het erover gehad dat dan nog het proteïnedeel van glycoproteïnes en glycolipiden niet gevormd kan worden. En dat je daarvoor dierlijke eiwitten moet eten. Omdat die kunnen voorzien in de aanvoer van essentiële aminozuren. Alle essentiële aminozuren waar plantaardige eiwitten niets in kunnen voorzien. En al die essentiële aminozuren zijn nodig om proteïnes en dus ook glycoproteïnes in je lijf te kunnen vormen. Alleen wanneer je die dierlijke eiwitten sterk gaat verhitten zonder vocht of gaat verhitten samen met suikers, dan zijn de aminozuren niet meer intact, kunnen ze niet meer als bouwstoffen dienen, kunnen jouw celmembranen beschadigd raken en zal je medicatie niet aanslaan en kunnen je klachten niet verminderen. Daarover de afgelopen 2 dagen al. Toen zei ik nog dat er dan nog iets ontbreekt. Want als je groenten en dierlijke eiwitten regelmatig hebt geconsumeerd, dan kunnen de glycolipiden, waaruit je celmembranen ook zijn opgebouwd, niet gevormd en dus ook niet hersteld worden, kunnen je celmembranen alsnog niet intact blijven en kan de medicatie alsnog niet goed aanslaan en je klachten niet verminderen. Wat moet je voeding bevatten om glycolipiden te kunnen vormen? Alle essentiële vetzuren welke je lichaam niet zelf kan maken. En dat zijn de omega-3 en omega-6 vetzuren. Die zijn aanwezig in vette vis, noten, zaden, pitten en de koudgeperste oliën daarvan. Alleen, die vetzuren, dat zijn hele kwetsbare, meervoudig onverzadigde vetzuren met meerdere dubbele bindingen. En die dubbele bindingen die maken dat vetzuur zeer kwetsbaar. Kwetsbaar al voor licht, lucht, hoge temperaturen en chemicaliën. Heel veel mensen roosteren hun noten of kopen geroosterde gebakken noten. Heel veel mensen verhitten hun stukje vette vis zonder vocht, niet gestoomd, maar gebakken op de barbecue of in een droge pan of in een pan met olie. Alleen dan gaan die hele kwetsbare, mooie omega-3 en omega-6 vetzuren kapot. Als je ook een olie koopt van noten, zaden, pitten, en dat is niet een koudgeperste olie, dan heeft die al een chemisch bewerkingsproces ondergaan vaak. Dat zijn ook de oliën die we vaak kopen. En als het toch wel een koudgeperste is, dan gaan we die vaak ook nog veel te sterk verhitten. Daardoor gaan de essentiële vetzuren kapot, oxideren ze, zijn ze niet meer bruikbaar als bouwstof van je celmembranen en kan je medicatie niet aanslaan en zullen je klachten niet verminderen. Dat betekent, wat hebben we de afgelopen dagen geleerd? Wil jij je klachten verminderen? Je klachten zoveel mogelijk voorkomen met je voeding? Wil je dat je celmembranen intact blijven, waardoor je medicatie ook veel beter aanslaat en de dosering laag kan blijven? Dan zul je dus regelmatig groenten, dierlijke eiwitten die nog wel intact zijn en omega-3 en omega-6 vetzuren in je voeding aanwezig moeten hebben die ook wel intact zijn. Dus niet al te lang blootgesteld hebben gestaan aan licht, lucht, hoge temperaturen of chemicaliën.
Dat was over medicatie. Morgen beginnen we met een nieuwe reeks. Een nieuwe reeks over incretines. Dat zijn darmhormonen die invloed hebben op je bloedsuikerspiegel. Dus je kunt invloed uitoefenen op je bloedsuikerspiegel al vanuit je darmen. Mensen met diabetes en een verhoogde bloedsuikerspiegel, die zijn allen ondervoed. Want hun darmhormonen, die incretines, die worden kennelijk niet goed geproduceerd. Maar die kunnen wel goed geproduceerd worden, zolang je voeding alle essentiële bouwstoffen bevat. Daarover morgen. Over de invloed van voeding op de productie van incretines en je bloedsuikerspiegel. Kijk je dan weer?